Overdragen met als voorwaarde dat als hij nog een keer nodig is, dan lenen we natuurlijk netjes uit. Eigenlijk kan dat niet, want een museumobject is een object wat niet meer gebruikt wordt voor het doel waarvoor het gebruikt, waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. En dat is heel fijn dat zij dat dus willen aanvaarden. En er hoort natuurlijk een ding bij, een hele presentatie heeft Mieke Hulks opgesteld. Want Mieke heeft ook direct op het initiatief genomen om er iets meer van te maken als alleen maar even dag. Dus die heeft het allemaal uitgezocht van wie wat heeft gemaakt en hoe en wat. Nou, en daar zal ze dus nu een presentatie over geven. Dat hij in 1957 kerkelijk werd ingezegend. Dus we wisten hoe oud de vlag was. En we vonden ook nog een foto van de vlag. Die foto ligt daar ook op tafel. Die hebben we ook op die website gezet. Omdat er heel veel mensen op stonden. En we vroegen ons af wie deze mensen zijn. Want ja, 1961 ongeveer is die foto genomen. Is toch best lang geleden. En zoals jullie daar op het lijstje kunnen zien en ook op onze website, zijn de meeste namen intussen achterhaald. Nou, de vlag zien jullie ook op deze site. Op deze foto en ja, de vlag werd gebruikt als mensen, als de groep op bedevaart ging of bij speciale gelegenheden, feesten of juist ook bij uitvaarten. Overal ging de vlag mee naartoe. Als we even inzoomen op die vlag, dan zien we daar de heilige Willy Brothers op staan. De vlag hangt erachter ook. Gestileerd is dat een beeld van de heilige Willy Brothers. Nou, voor degenen die de geschiedenis niet meer paraat hebben, heb ik hier nog eventjes wat data opgezet. Hij werd in 658 in Engeland geboren. Ging al vroeg het klooster in om alles te leren over het katholieke geloof. En trok vervolgens eigenlijk onder leiding van de Franken Nederland binnen om de Friezen, en dat was het hele gebied boven de grote rivieren, te bekeren. En hun eigen geloof werd als afgod gezien en werd vernietigd om het katholieke geloof. Als we de vlag verder bekijken, zien we daar een korenhaar en een druiventros op. Ik heb opgezocht wat dat betekent. Eigenlijk is dat teken van de Eucharistieviering, brood en wijn. De korenhaar staat voor de wederopstanding van Christus en de druiventros die staat voor de vruchtbaarheid. Nou, de vruchtbaarheid die was voor de vereniging was dat ook goed geregeld, want in 1953 bij de oprichting waren er 17 leden. En in 1958 waren het er al 87 en in 1961 waren het er al 193. Dus het groeide wel heel goed en op dit moment hebben we meer dan 500 leden. Maar ja, er staat ook op katholieke bond van bejaarden. En ik kan me voorstellen dat ze daar op een gegeven moment toch iets van dachten van nou ja, bejaardenbond, zoals we in de volksmond genoemd hebben, dat zien we toch graag anders. En dus kwam er een nieuwe vlag. Oh ja. Maar ja, op deze vlag wisten we eigenlijk in eerste instantie niet zo heel veel van te vertellen. Maar gelukkig heb ik dan mijn steun en toeverlaat in de vereniging Corrie Koligem. Dus, en ze had verder ook niet zoveel aan hun archiefstukken. Ze had wel de rustverstoorders vanaf 2008, want vanaf 2008 heeft Corrie die rustverstoorders gemaakt. Met die naam van Truus in mijn achterhoofd ging ik door die rustverstoorder in 2008, begon ik maar. En gelukkig had ik meteen beet, want in de rustverstoorder van 2008 wordt mevrouw Derks onderscheiden en heeft ze een heel leuk stukje van geschreven. En dan zegt ze van, ik vond het zo leuk dat de vlag er zo mooi bij hing, want nou kon iedereen horen dat ik die vlag 10 jaar geleden had gemaakt. Dus dat was wel leuk dat je dat op zo'n oude rustverstoorder nog kunt vinden. Informatie heb gegeven. Oké, okay, graag gedaan. Dank je wel. We denken de datum vandaag is 9-2-2023. 9-2-23. En nou moet. Even kijken. Dat klopt, hè? Ja. Ja, dat klopt. Ik kan hem eentje tekenen, maar nee. Nee, doe het niet. Dat is heel goed. Nou, dan maar er eentje houden.